President Desi Bouterse is zondagavond op de Johan Adolf Pengel International Airport samen met de First Lady Ingrid Bouterse-Waldring en overige delegatieleden aangekomen. President Bouterse was voor 3 weken in de Cubaanse hoofdstad Havana voor medische behandeling en een korte vakantie. Thank to God gaat het heel goed. Het heeft inderdaad een tijdje geduurd, hè? Ruim drie weken denk ik. Dus het voelt weer goed aan om thuis te zijn. Tegelijkertijd moeten we zeggen dat onze Cubaanse vrienden bijzonder goed voor mij, voor de delegatie, heeft gezorgd. Heel attent, heel liefdevol, heel zorgzaam. En ook onze mensen die mee waren gegaan, samen met hun, hebben het heel goed met elkaar kunnen vinden. Het was een bijzondere ervaring. Natuurlijk hadden we niet gedacht dat we Irma erachteraan zouden krijgen. Wat dat betreft geloof ik dat we als Surinamers God op onze knieën mogen danken. Dat we niet in een land zitten waar welke bedreigd wordt door orkanen en dergelijke. Want alle landen in het Caribisch gebied, althans overal waar Irma langs geweest is, is een totale, complete disaster geworden. We hebben het daar in Cuba niet erg gevoeld als zodanig, meer van de media. En natuurlijk wind, regen enzovoorts. En natuurlijk de ravage de volgende dag, maar we hebben iets al zodanig gemerkt. Daarna heb je natuurlijk de enorme organisatie en solidariteit met elkaar om zaken op te ruimen, de energie snel aan te pakken. Kortom, het is weer een aparte soort ervaring en een experience die de mensen hebben. Dus het is in één woord gezegd geweldig. Maar goed. Summa summarum zouden we zeggen, het is goed om weer thuis te zijn natuurlijk en straks weer aan de slag te kunnen gaan. Ja, een overal beeld, uw mening over de behandeling, de gezondheidszorg die u hebt genoten? Nou, we zijn, althans onze artsen en ik ben zelf ook tevreden. Weet, we hebben Surinaamse artsen meegenomen, er waren Cubaanse artsen van hier, ook daar, over en weer. Na de checken van de rapporten die hier zijn opgemaakt, werden ze daar opnieuw weer gedaan natuurlijk, kreeg je een soort diplomatieke vriendelijkheid. De Surinaamse artsen zeiden, laten we in Cuba opereren en de Cubaanse artsen zeiden, nee, je kunt in Suriname opereren. Uiteindelijk is het dan toch Cuba geworden en we zijn daar ook erg dankbaar voor een goede ondersteuning van zowel onze Cubaanse als onze Surinaamse artsen. En natuurlijk heb je daar natuurlijk op dit stuk wat meer armslag, denk ik. En dus, thank to God, het is goed gegaan. Dus het is een kwestie van uitzieken, op temperatuur komen om weer aan de slag te kunnen gaan. Cuba werd de afgelopen week ook geteisterd door orkaan Irma. Suriname heeft hulp geboden aan de getroffen eilanden in het Caribisch gebied. President Bouterse hierover. Ik moet zeggen, onder andere Cuba is Irma wel hard aangekomen. Ja. Er zijn daar 10 doden geweest en natuurlijk grote delen van Noordoosten was onder water. Dus het is niet zo dat men dat niet gevoeld heeft. De economie heeft een zware klap gekregen. De landbouwsector heeft een hele gevoelige klap gekregen. De groot deel van de infrastructuur, met betrekking tot de toeristensector, is een bijzondere ravage geworden. Dus en natuurlijk energie. Men werkt met man en macht aan het herstel van het geheel. Het gaat ook de goede kant op, maar het zal nog een tijdje duren voordat men er bovenop komt. Belangrijk bij zulke zaken is niet de hoeveelheid goederen die je stuurt. Het gaat meer om het gebaar. Het gaat meer om de solidariteit welke het Surinaams volk
Surinaamse regering, toont met de Cubaanse regering en het Cubaans volk. Het zijn mensen, het zijn 12 miljoen mensen, ik bedoel. Dus het gaat niet om een paar zakken rijst en melk enzovoort. Maar het gaat om de solidariteit die wij als Surinaams volk hiermee willen etaleren. Dat we zijn met jullie. We hebben het ook niet geweldig breed. Maar we weten dat jullie als Cubaans volk overal in de wereld waar het kan, helpen jullie. En als jullie ook een beetje in nood zijn, moet de wereld ook. En ik moet zeggen, de wereld. Vandaag waren we op de airport en waren 3 vliegtuigen aangekomen om te helpen. Kortom, het gaat om een solidariteit met elkaar in deze moeilijke momenten.